paasweekend strijden wij mee om de Aegon Future Cup. Een internationaal jeugdtoernooi op Sportpark de Toekomst. Wie moeten wij verslaan voor onze toernooizegen? Barcelona, AC Milan, Liverpool, Anderlecht, Bayern München, FC Dallas. En de selectie van China onder de 17 jaar. Ga voor meer informatie en de kaartverkoop naar Ajax.nl. En zorg dat je erbij bent. Waar ben je geboren? Ik ben geboren in Lelystad. Als hoeveelste van de familie? Als tweede van mijn familie. Ik heb nog een zus en die is 23. Ik woon nu in Heergewaard en daar is het rustiger, ja, gewoon leuk en ontspannen gewoon. Het is best een eentje van Amsterdam. Ja, het is een uurtje reizen ongeveer, een klein uurtje. Maar het is niet zo heel ver. En je vader en je moeder brachten je vroeger altijd? Ja, klopt. Ja, daar heb ik heel veel waardering voor hun. Ja, dat we me gewoon heen en weer hebben gebracht altijd. Naar huis, van school naar voetbal en dan weer terug. Ja. Toen ging ik bij Forestus een toernooitje spelen of zoiets. En toen kwamen ze me vragen. En toen kreeg ik de volgende dag een brief thuis. En van zou ik mee kunnen trainen met ons? Ja, gewoon leuk en gezellig. En had ik uit mijn hoofd van ja, zou ik wel goed genoeg zijn om daar te kunnen spelen. En ja, dat was ik blijkbaar wel. Dus ja. Nou, ik was echt blij, ja, gewoon echt blij. Twee keer mee trainen, twee keer. En na die tweede keer, toen begonnen ze een beetje te twijfelen, maar ik mocht toch komen. Ja. Ja. Waar speelde je vroeger? Centraal achterin gewoon. En ik ben na de B1 nu ben ik doorgeschoven naar het middenveld toe. En sindsdien speel ik daar nu gewoon. Wat waren de leukste wedstrijden voor jou dit seizoen? Ik denk toch tegen PSV uit en tegen Feyenoord uit ook. Ja. En waarom? Ja, gewoon, dat zijn spannende wedstrijden en ja, gewoon leuk. Balladen soms. En ja, gewoon leuk eigenlijk. Maar hebben jullie dit seizoen ook tegen AZ gespeeld in de beker? Ja, klopt. Ja, kijk, dat was een hoogtepunt. Ja, klopt, inderdaad. Op het begin had ik ook in mijn hoofd van. Landskampioen, het wordt moeilijk. Ik dacht van ja. En dan sta je tegen Schaars en heb je van oeh, Schaars. Maar zodra je speelt, en dan ben je gewoon de boel kwijt. Gewoon, dan heb je niet meer in je hoofd van oeh, Schaars of dit of dat. Nee, dan heb je van gewoon spelen, vrij uitgaan en gewoon je ding doen. Gewoon. Die wedstrijd speelde jij ook wel goed, hè? Ja, volgens mij wel, ja. Ja? Ja. Kwam dat door de hele sfeer? Waar kwam dat door? Ja, dat weet ik niet meer eigenlijk. Het kwam zomaar, denk ik, ja. Het kwam zomaar? Ja. Je dacht, nu kan ik het laten zien? Ja, precies, ja, klopt. Ja. Ja, gewoon van, ik had gewoon in mijn hoofd van, nu moet ik wel. Want ja, veel publiek, scouts denk ik ook wel. En ja, dan kan ik mijn visitekaartje leveren natuurlijk. Dat heb je gedaan, hè? En dat heb ik gedaan, ja. Ik gedaan. Voor dit seizoen wil ik kampioen worden. En dan zien we wel verder op zich. Ja. En dan kijken we wel hoe het loopt. Als we elkaar over een jaar weer spreken, ja. Waar sta je dan? Ik hoop dat ik bij de selectie speelde. Zit. Ik hoop het. En ik zal er alles aan doen. Dus, dat komt wel goed, hoop ik.